Burberry's laatste Chinese nieuwjaarscampagne, Modern Tradition genaamd, maakt in China nogal wat tongen los. De Chinese nieuwsite in Daily noemt de campagne creepy en tone deaf. Op sociale media wordt gediscussieerd of Burberry, net als Dolce & Gabbana, een voorbeeld is hoe westerse luxe merken de Chinese cultuur misinterpreteren. Deze mensen zien eruit als acteurs in een horrorfilm, schrijven gebruikers van microblogging-website Weibo en lijkt op een familie die samenzweert om hun rijke oma te doden voor de erfenis. Deze online commentaren van Chinese consumenten komen niet overeen met de initiële bedoeling van Burberry. Het Chinese nieuwjaar draait om familie. Vreugde en geluk, en dit is wat Burberry volgens de website dan ook wil uitstralen. Volgens In Daily is dit het zoveelste voorbeeld van een westers modemerk die de Chinese cultuur en zijn tradities niet begrijpt. Het Britse modenhuis onthulde de wereldwijde campagne met onder andere bekende Chinese acteurs Vicky Zhao en Zhu Dongyu op 3 januari JL. De campagne is geschoten door Reed Hans James Green. De fotograaf staat bekend om zijn unieke en realistische kijk op schoonheid en werkte eerder met bekende modehuizen en merken zoals Calvin Klein, Marc Jacobs, Fendi en Helmut Lang. Chinees nieuwjaar is wat voor het westen het decemberseizoen is. Een grote kans voor merken en retailers. Volgens marketinggigant Criteo stijgt de retailomzet in aanloop van het nieuwe maanjaar in China 71%.